Ons doel is om een leuk blad te maken. En dat, nou, wij vinden het gewoon enig om te doen. Het is elke keer gewoon een feestje. En nou ja, dat is voor mij, en ik dacht ook voor Annemarie, het belangrijkste. Huh? Wat is de rolverdeling eigenlijk? Ik doe meer de organisatie er rondomheen. Dus de financiën, commercieel. En Katrien is samen met Riek Taufik de hoofdredacteur. Wat schreef jij voorheen ook, Katrien? Ja, ik heb echt voor allerlei bladen geschreven. Voor Margriet, Libel, De Haagse Post, De Tijd, Vrij Nederland, noem maar op. Ik heb columns gehad in Hervormd Nederland. Dus zeg maar, ik was echt een ervaren schrijvende journalist. De naam Katrien betekent ook gewoon bewogen en betrokken. En betrouwbaar. Het is gewoon, al die interviews die hebben gewoon waar Katrien voor staat in zich. Het is voor leeftijdsloze vrouwen vanaf 40 jaar die met beide benen in de wereld staan en die heel graag vooral praktische toepassingen willen lezen. Maar ook sociaal-maatschappelijke problemen. Maar alles met een journalistieke ondergrond. Nou, ging je per 2 maanden uit en nu ga je op maandbasis. Ja. Hou je dan nog tijd over, Katrien? Nou ja, ik ben gestopt met televisie. En ik vind het heel leuk om te schrijven, zoals ik al zei, om reportages te maken. Nou ja, dus ik vind het heerlijk om te doen gewoon. Dus je gaat nooit meer televisie maken? Nee, nou ja, dat weet je niet. Maar in ieder geval nooit meer dagelijks, laat ik dat maar zeggen. Misschien ga ik nog wel eens een keer iets wekelijks doen. Vind ik best leuk. Maar je weet, wekelijks is ook al heel zwaar. Dus dan kun je wel voorstellen hoe het is om dagelijks te doen. En ik ben nu bezig met het oprichten van nog weer een bedrijfje. Want met de mensen met wie ik de talkshows heb gemaakt, die zijn natuurlijk heel goed in het uitzoeken van wat mensen beweegt. Nou, je hebt misschien gehoord dat 60% van de werknemers in Nederland niet meer gemotiveerd is voor hun werk. En dat 80% van de mensen op hun werk eigenlijk meer persoonlijk contact zouden willen. Nou, daar zijn we goed in om uit te zoeken hoe mensen gemotiveerd raken. En dan willen wij in die bedrijven talkshows gaan organiseren met het management en de vloer om de mensen weer enthousiast te krijgen voor hun werk.